Vandaag 31 januari 2024 is prachtig weer. Vannacht geregen, keihard. En nu, s'morgens, man, als je ziet hoe mooi de plantjes eruit zien. Hmm. Ik zie de, de, de kolibrie is weer gekomen met zijn broers en zussen. Niks en man, volgens mij zijn hele gezin, is hier vanmorgen op de konobrontje. Ik geniet altijd van ze. En in de regen, dan komen de vlinders niet. Dat weet je toch? Want daar, als het maar als het een beetje droog is, dan zie je ook die vlinders komen. Beste vrienden, ik vind dat geweldig. Ik ben liefhebber van de natuur. We zuinig erop. We nog erop. Wat we niet beseffen is dat wij ook een deel zijn van die natuur. Van het grote bos. Wat ze willen kappen. Om allerlei gevaarlijke dingen te gaan doen. Ik hoor je hoort die voor de gek. Dat ik wil doen landbouw. Hè? Maar wanneer je in het bos kapt. Dat betekent dat niet automatisch. Dat die grond. Vruchtbaar is. Nee. Je kan natuurlijk wel een stempel geven. Van vruchtbaar. Maar het is niet vruchtbaar. Het is geen landbouwgrond. Maar. Dat even daar gelaten, want dat is iets van de M nieuwe moskite, menonieten. Meno, Meno en we gaan dat ding even parkeren, want ik kom later weer terug bij u met dat menonieten-ding. Want dat heersen niet, nog een vervoer is niet. Maar luister, 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 luister. luister. Eh, we hebben een ander probleem. En het probleem is serieus. Eh, heb ik u al gegroet? Ja toch? Of nee? Man, ik weet het niet. Dan neemt u die groet nog een keer. Hoor. Een big brassa voor u. En voor uw kinderen, voor uw vrienden, voor uw familie, voor uw pompen. En ik heb er een aantal speciale vrienden ja, in de hele wereld. Man. diffie rustig. Hierin ook. Onlangs is een zwaar bericht gelanceerd. Hier achter mij. In dat huis. Hoe heet het? Uh, hoe is het? Uh, uh, also... Ah, de man. Snel, snel heb je het even gezien, want het heeft een andere naam nu. De Nationale Assemblée van Suriname heet nu het Luizenhuis. Huh? Ja. ja, ja. En dat is officieel geïntroduceerd door vice-president. Excellentie vicepresident heeft het luizenhuis Kreterische ja 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 he he in in tena het huis heeft hij zijn mense aan de linkerkant luizen genoem en daarmee Heeft hij heel DNA verklaard tot een luizenboel. Beste vrienden, die VP heeft iets geweldigs gedaan. Wat u weet, luizen die leven van het bloed van de gastheer. Ja, toch? Tik, tik, als je pa, luistert, kijk, dan komt er geen water uit, maar bloed. En het bloed dat komt omdat ze een gastheer hebben die ze hebben uitgezogen. Ja. Ja. En zo heeft vicepresident president excellentie heeft hele de na tot Alla, luizen huis verklaar dat wat ek ala sanidi dape naso so so egoreto wat luizen s'ei nooit alleen ze kom met hun nichten neven oom tante familie alles smaak en Ze maken kindjes. Ja. Bij de gastheer. Huh? <laughs> ja. Ja. Dus nu. Assan zou bij kar B en A. Truluizenhuis. En al die mensen in die zaal. Zitten in de luizenpels. En wie zuigen ze uit? Het volk. Dus Tim Tegel, vice-excellentie president, wat geniaal <laughs> deze uitspraak, hey. Luizen! Hey. Het geld voor het hele gezelschap, wat zich bevindt in dat gebouw. Het leuzengebouw waar het volk van Suriname wordt uitgezogen door luizen. Ja, beste vrienden, dat is een nekoboem. En wat is nou zo mooi? Als je het uh, plaatst in het Sernang, dan is het precies hetzelfde. En het rijmt ook hè, naar Osso, voor de losse. Ik heb het niet gezegd. Ik vertel het alleen maar. Het huis van de luien. u de losso. A'ero u losso. Maar, u losso en ja, u do Dat ontdekkie. Dat hele ding gaat op een gegeven ogenblik in elkaar storten. Maar ik zeg u. Hij, vice-excellentie-president, had het niet over u doe hij had het over luizen in de pels van Suriname. En daarom zijn de problemen er toch. A ba, de verterita Kai Koma, hij zei, so, so, lo, so, <laughs> die Los, zo is De Nomon Pai, de verpleester, de leerkracht, Allah Sani, die nyang, de zoig en als je kijkt wat er gebeurt, al die luizen, huizen, zelf, in grote bolides. Ik heb zo'n bolide toch? Hé, Op de mooie auto. Ik nou een rover, landrover. Dan nou een trace rover. moet je jongens, aan die roof, in roof, constant. En u moet zich niks verwonderen. Onthoud wat de geniale uh, vice-excellentie-president heeft gezegd. Luizen. En Marinus B., de voorzitter van DNA, de voorzitter van de Luizen, was zo blij. Die man lachte en probeerde te corrigeren, maar In een correctie, van man. <laughs> man, love you, ja ja Je, je zegt het op zijn gezicht, toch? Oh, my love Hé, Hey, man. Yeah. En ondertussen, ze... excellentie president zak dat idee? Gevallig. En waar ging het nou om? Dat is niet eens interessant. Het gaat om dat ene woord. En ik heb niks nodig. Ik heb alleen een woord nodig om de associatie te maken met wat er gebeurt in het land. Luizen die drinken het bloed van Suriname op. En dat is niet nu pas. Het lied net nu pas. Het is al ta 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 beste vrienden Archie Bouyera. Moedefoon restaurant. Ne juku juku ne fet feti. Mijn Archie Bouder Archie dat kan ik niet in Sonna vertalen. Archie nanga Archie na Servië. Dus ja, yeah, nee 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 nee. Ja, ja nee. Dat is het. Je hoort Maar het luisteren is Archie. Daarom heet ik Archie mee. Luister naar mij. Het gaat namelijk niet om Jeremie. Want Jeremie is zo niet. Maar. Het gaat om Archie mee. Luister naar mij. En wij hebben geluisterd. He? In dat woord luisteren. Dat zit ook. Een lijst. Dus. Hmm. beste vrede luister goed <laughs> luister goed arkimi aan ons saie si na datier si and te ye yele him arky dan forsi <try> yes sabi sang Maar bijna in de voetem. Voordem. Maar Maribo, Barry, sweet oordi. Lach op kiezel, na Lach een beetje wat lachen is gezond. Wanneer je lacht, zijn al je spieren ontspannen. Hoi. Hoi. De filos. Hoi. Maar sweet oordi.